tijdje geleden had ik een onwijs leuke actie online in samenwerking met Werk aan de Muur. Er zijn zoveel reacties uitgekomen en daaruit hebben we twee winnaars bekendgemaakt. Vandaag ben ik in Alkmaar en ik ben onderweg naar Kim. Kim is gaan samenwonen en haar werkkamer is nog niet helemaal naar wens. Daarom heb ik hier vast één groot pakket mee. De rest staat al binnen. We gaan aan de slag in haar werkkamer. Hé, hey, wat wonen jullie hier lekker in Alkmaar? Ja, dankjewel. Ja, Ruud eigenlijk. Ja, ja, want het is jouw huis. Ja, klopt. Ik woon hier sinds 9 jaar. 5,5 jaar latten we nu. En daar komt een einde aan. Maar dit voelt natuurlijk wel als af. We komen voor de werkkamer. Wat is daar het probleem? De werkkamer is zeker nog een dingetje, ja. Die kan wel wat hulp gebruiken. Ja, ja, wij hebben hem eigenlijk leeggehaald, zodat het straks mijn werkkamer kan worden. Ja. Maar ja, heel gezellig is het er nog niet. Oh ja? Ja, het is nog helemaal leeg en er moet echt nog wel even iets aan de muur en het mag wel wat leuker. Oh, dus eigenlijk dat werk wat ik mee heb genomen, die winactie, kwam heel goed van pas. Heel goed, ja. Dan zullen we dan afspreken, Ruud, dat Kim en ik naar boven gaan. Dat jij aan het eind van de dag een beetje als verrassing ziet hoe dan haar werkkamer dan is geworden. Is dat een idee? Ja, leuk. Ja? Gaan we aan de slag. Yes. Nou, dit is de werkkamer. Oh, wat een lekker plekje. Mooie kleur. Ja. Dat alweer wel. Heb je die erop geverfd? Of? Ja, dat heeft mijn vriend gedaan. Hé, hey, we hebben mooie werken. Jij hebt er twee vast kleine. Ik heb een grote mee. Wil je hem zien? Ja, heel graag. Tada. Oh, wauw. Je hebt een prachtige kleur op de muur. Dat werkt zo mooi met die groene en die kleuren eigenlijk in het gezicht. Ja. Knalt eruit. Ja, zeker. Ja. 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 En hij is ook mooi groot. Ja, mooi groot formaat. Ja. En die vast zijn net kleiner. Dus dan maken we echt een art wall die je uiteindelijk ook nog een beetje kan uitvergroten naar andere werk, persoonlijke spullen. Dat echt jouw werkkamer wordt. Ja. Leuk. Zullen we die ook gaan uitpakken? Ja, heel graag. Hoe vind je deze? Heel mooi, ja. Iets heel anders dan wat ik zelf zo heb gekozen. Ja. Maar daarom heb ik alle vertrouwen ook in jou. Hoe vind je je muur? Heel mooi. Passen ook goed bij elkaar. Werkt lekker, hè? Ja. Leuk is dat ik naast verschillend werk ook voor verschillende lijsten ben gegaan. De eerste is een wat klassiekere lijst met glas. Juist wat het grote werkt, heel imposant. En de andere twee is op basis van canvas en een baklijst. Dus dan krijg je een beetje een verdieping eigenlijk van het kunstwerk. Maar dan wel net met twee verschillende kleuren van de baklijst. Heb je nou een akoestiek probleem in de ruimte, kan je er ook voor kiezen om een mooi kunstwerk te laten printen op doek. Dan lost het meteen op. En het is klaar, ik ga het laten zien. Ik trek de deur open. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Zeker. Ja, zeker. Okay. Kom maar binnen. Oh, kijk eens. Mooi. Hoe vind je het geworden? Heel stijlvol, heel mooi. Ja, prachtig. Ja. Mooi. Dat was de basis natuurlijk al lekker om mee te werken. Hè? Die donkerblauwe kleur, fantastisch. Goed gekozen. Maar nu die werken eraan. Ja, prachtig. Heel mooi. Kleurrijk en warm. Het past mooi bij elkaar, hè? Ik ook werken, ja. Twee bureautjes neer. Ja, dat past net, ja, hè? Ja. Hoe is het voor jou? Is dit een plekje waar je gewoon echt thuis voelt en lekker aan het werk kan gaan? Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik gewoon niet meer in de huiskamer kom. Blijf gewoon altijd hier. Nee, het is echt een hele fijne plek geworden. Goed zo. Ja. Ga er lekker van genieten. Werk ze hier. Dank je. En natuurlijk heel veel plezier met samenwonen. Ja, dank je wel. Dank je wel. Heel veel bedankt. Zo, de werkkamer van Kim en Rut is klaar. Heb je nou inspiratie opgedaan en wil je thuis nou ook aan de slag? Ga naar de website werkaandemuur.nl en vind jouw stijl. Veel plezier!